Uh, het broken Toneel dat besteedt nu dit jaar 27 jaar. We hebben voor twee jaar geleden onze jubileum gehad. Dat was hartstikke leuk. Hij ook helemaal zelf in elkaar gezet. Uh, we hebben dans, we gaan zang, we gaan toneel. Alles was er. Ja, het is een broken Toneel. Dus in het Broeksoest gebeurt het ook, hè? Ja, en uh, wat voor toneelstuk hebben jullie dit jaar? Uh, dit jaar heet het Een Schat van een buste. En kun je er heel klein beetje over vertellen? Ja, nou, ik ben een dienstmeid bij een meneer in hoes en, uh, en die uh, meneer die heeft een, een schat van een, een buste op een, op een ding staan En dat uh, is er heel nog op. Maar op een gegeven moment werd dat kapot gegooid en er komt heel veel trammeland. Maar ik kan natuurlijk niet alles vertellen, want dan is de kloe weg. Hè, en dat is jammer. Maar het is een heel hilarisch stuk, ja. En hoe lang ben je zelf al lid van uh, deze toneelvereniging? 27 jaar. Vanaf begin ben ik te bij. ja. En je hebt er nog steeds heel veel plezier aan? Ik heb er nog steeds heel veel plezier. Ik ga elke woensdag ook met plezier naar de repetities. En ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Ja. En wanneer is de voorstelling? Die uh, begint 17, 18 maart, uh, 24, 25 maart, en 31 maart en 1 april. Dus het is de bedoeling dat iedereen weer komt kijken? Ja, en de kaartverkoop is 26 februari. En de kaartjes die kosten 8 euro per persoon. Ja, nou, dat moet toch uh, leuk, dacht ik zo? Daar zag ik een goedkope goed arend en een leuke arend Dan, toch, of niet? Zeker weten, volgens mij. Uh, bedankt voor jouw uh, bijdrage. Heel graag gedaan. even Klagen. En jij bent uh, lid geworden van het uh, Broker Toneel. Dit is jouw uh, eerste jaar dat je hier meespeelt? Ja, officieel wel. Ik ben, vijf jaar geleden ben ik, uh, heb ik een gastrol hier gehad. En met het uh, uh, een en Tantom in te bieden. En uh, toch een beetje contact gehouden, elk jaar bij de uitvoering geweest. En nu kwam ik. Uh, ja, in een gelegenheid om uh, toch weer meer te doen en uh, ja, vandaar dat ik hier weer ben. En wat spreekt jou zo aan aan het Brokentoneel? Het toneel is uh, de gedrevenheid. Uh, het spel, als op een gegeven moment de boekjes zijn uitgedeeld, dan in één keer dan pakt iedereen uh, uh, zijn rol op en uh, voelt zich gelijk in die rol en uh, het repeteren met elkaar, uh, ja, het ontdekken van het stuk zelf en het uitspelen en uh, ja, uiteindelijk de uitvoering voor, uh, voor de hele groep, voor uh, alle bezoekers. Dus uh, je vindt het wel leuk. Maar welke rol speel je dit jaar? Dit jaar uh, heb ik een heel interessante rol, vind ik. Hier uh, uh, speel ik een, uh, een schilder. En uh, in, die, in die rol van schilder wordt me op een gegeven moment mee, uh, um, iets toebedacht. Uh, nou ja, die club wil ik dan maar in voorhouden. Um, waarin ik in één keer uh, een hele andere rol krijg. Dus het is nog een, uh, een beetje een geheim. Ja, dat, uh, een spannend geheim. <laughs> ja, inderdaad. Iets waar mensen echt naar uit kunnen gaan kijken. Ja, ja het, is echt, uh, um, het is voor iedereen, voor jong en oud, is het echt uh, weer een avondje uh, lachen. En dan doen we het voor.